En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de late nacht vormt zich nevel of mist op bepaalde plekken. De ochtend erna blijft de mist voornamelijk aanwezig in kustgebieden, maar verdwijnt geleidelijk. Tegen de middag kunnen er op sommige plaatsen lichte tot matige buien vallen. In het noordoosten en zuiden van Suriname kunnen deze buien vergezeld gaan met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen de buien soms gepaard gaan met windstoten en mogelijk onweer.